Het karbidteam in Ten Post had het karbidschieten voor dit jaar al uit het hoofd gezet, maar hoopt nu toch nog kleinschalig te kunnen schieten. Afgelopen maandag, tijdens het veiligheidsberaad, kwam er geen landelijk karbidverbod. Voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, Koen Schouding, zal in de komende dagen een beslissing moeten nemen of het team in Ten Post dit jaar nog kan gaan knallen. We gaan natuurlijk wel kijken wat er mogelijk is, dat is zeker. Maar het publiek is denk ik gewoon niet mogelijk dit jaar. Dan gaan we echt voor onszelf schieten en dan misschien kleinschalig om toch wel van ons te laten horen. We hopen dan wel maximaal misschien 30 man op één plein te kunnen hebben hier zo en bezoekersaantal. En dan op die manier denk ik dan, of hopen wij dan zeg maar dan toch te kunnen kwitschieten. Schinkel snapt wel dat er discussie is over het kabitschieten. Ik snap het wel, want kijk, dat is ook een van de redenen dat wij hebben gezegd van we doen het niet. Stel, wij zouden wel iets organiseren, dan zijn wij bang dat er gewoon meer bezoekers komen dan anders. Omdat er toch weinig gebeurt in de regio. En dan trekken wij meer mensen aan en daarom willen wij die risico niet lopen. Door het vuurwerkverbod is er ook een enorme toename in de verkoop van melkbussen en karbid. Volgens Schinkel is het mooi dat karbid steeds populairder wordt, maar heeft het ook een keerzijde. Ben ik wel bang dat er meer ongelukken gaan gebeuren. Want mensen die nog nooit iets gedaan hebben met karbid, die kopen nu een bus en denken dat het zomaar, zomaar kan. Zeg maar. Maar je moet wel zeker de veiligheid en de risico's meenemen, vind ik. Het is dan misschien ook maar beter dat er een algeheel verbod komt, denkt hij. Dan weten wij zeker in ieder geval dat wij volgend jaar misschien wel weer kunnen schieten. En dat niet een paar beginnelingen het verpesten voor ons allemaal als kabitteams.